als je zelf aan de gang gaat met het bestrijden van rupsen, dan zorg je gewoon dat je meer risico gaat lopen. Een rups die heeft wel 700.000 haartjes op zich en dat is nog maar één rups. Dus als je daar aan de gang gaat, gaan die gewoon die haartjes verspreiden. En dat zijn dan niet die grote haren die we zien die verbranden, maar juist die microscopisch kleine haartjes. Ja. En daar heb je gewoon last van. En daar heb je zelf last van, ze vallen op je. Maar doordat je bijvoorbeeld, zoals mevrouw Atti, met een brandenwerk gaat, verspreiden die haartjes. Dus die verspreiden zich op jou, in je kleren, maar ook in de omgeving. Dus je maakt daarmee ook het risico voor anderen groot. Want die, nogmaals, die microscopisch kleine haartjes, die zie je gewoon niet buiten. Nee. Als je overlast hebt, dan duurt het wachten altijd te lang. Want je wilt gewoon snel dat jouw probleem opgelost wordt. Als gemeente zetten wij echt maximale inzet in. Het is gewoon verzevenvoudigd al ondertussen onze zuigcapaciteit. Ja. Wij zijn dagelijks op pad om de meldingen te beoordelen. En we werken erbij gewoon grootste risico, die pakken we als eerste aan. En als je denkt van ja, dat is het grootste risico. Dat zijn gewoon plekken waar veel nesten zijn, waar veel mensen zijn, waar mesten laag hangen. En dan zijn het vooral bij plekken als kinderdagverblijven, de speelplekjes, de scholen. Fietspaden die heel veel gebruikt worden. Dus waar is het kans op overlast en daarmee dus het risico het hoogste? Ja. Alle informatie landelijk verzamelen we. Er is al een landelijk kennisinstituut door de minister ingesteld. We hebben contacten met Wageningen, onze eigen universiteit, de regiogemeentes. En al die informatie die gaan we gewoon na de hectiek van nu, want nu is onze eerste prioriteit gewoon bestrijden wat we kunnen. Ja. Gaan we verzamelen, gaan we evalueren. Doen we elk jaar, maar ook dit jaar komt er weer nieuwe informatie bij. En dan kijken we wat voor volgend jaar de beste aanpak zal zijn.